Maandagmorgen is een caravan volledig uitgebrand op de A73 in de richting van Nijmegen. De weg is een tijd lang afgesloten geweest tussen Wiegen en het knooppunt Ewijk. Rond 1:30 'smiddags is de weg weer vrijgegeven. De vertraging was vlak na de brand nog meer dan een uur. Rijkswaterstaat adviseerde weggebruikers in de richting van Nijmegen lange tijd om te rijden via de N326. In de caravan stond een gasfles met een LPG-vulnippel. Zo laat een weginspecteur van Rijkswaterstaat weten. Hoe levensgevaarlijk kun je bezig zijn, schrijft hij erbij. Of de gasfles ook met de oorzaak van de brand te maken heeft, is onbekend.